Goedemiddag. U kijkt naar het weerplaza weerbericht van dinsdagmiddag 6 oktober 2015. Vandaag staat ons weer onder invloed van een lage drukgebied met name boven de Britse eilanden die geleidelijk aan wat noordwaarts trekt en dit lage drukgebied zorgt voor een aanvoer van wat warmere en vochtige lucht die onstabiel is van opbouw waardoor we dus vandaag en onder andere morgen te maken gaan krijgen met buien. De komende dagen dan maakt het lage drukgebied langzaam plaats voor wat hoge druk boven onze omgeving. En daardoor stabiliseert het weer en gaan we vooral in het weekend geregeld de zon zien. Als we dan gaan kijken naar de actuele situatie, dan zien we dat er met name boven Frankrijk een aantal zeer zware regen- en onweersbuien actief zijn. Boven het noordwesten van Frankrijk ontwikkelen zich ook een aantal stapelwolken. En die stapelwolken die zullen later in de middag onze kant op gaan trekken. En met name in de westelijke helft van het land voor de nodige buien gaan zorgen. Lokaal kunnen deze buien gepaard gaan met een klap onweer. Als we dan gaan kijken naar vanavond, dan zien we dat er met name dus in de kustprovincies wat buien zijn. Ook landinwaarts kan er nog wat regen of een bui vallen. Vanavond is op de meeste plekken al geen sprake meer van onweer en ook komen er lokaal wat opklaringen voor. Het is dan nog wel zacht met dan temperaturen nog steeds rond 16 of 17 graden. Aankomende nachten dan neemt de buiigheid toch wel beduidend af in de kustprovincies. Dan kunnen er nog wel wat buien voorkomen. Maar elders zijn er wel wat opklaringen. De bewolking die overheerst wel en het is vrij zacht met zo'n 12 tot 13 graden. De wind die zwakt wel iets af en draait wat verder richting het zuiden. Morgen overdag overheerst dan nog steeds de bewolking. Soms piept wel eventjes de zon nog door de bewolking heen. En ook kan er nog wel een enkele bui vallen, want bij een zwakke tot een matige zuidenwind wordt het dan niet warmer dan 17 graden. En als we dan gaan kijken naar de komende dagen, dan zien we inderdaad dat door die hoge druk invloed het weerbeeld langzaamaan verbetert. Op donderdag zien we dan nog wel een afwisseling van wat zon- en wolkenvelden. Ook dan kan er nog een bui vallen. En vrijdag neemt dan toch duidelijk de buiigheid af en draait de wind naar het noorden en daardoor wordt het wel wat frisser in onze omgeving. Met dan nog middagtemperaturen zo rond de 14 à 15 graden. Komende zaterdag dan draait de wind opnieuw naar het oosten. Wordt de droge lucht aangevoerd, zijn we van de buien af en zien we uiteindelijk ook later op de dag wat bredere opklaringen land binnenschuiven. Ook dan is het nog steeds wat frisser met maximumtemperaturen zo rond de 14 à 15 graden. Wat betreft dan het weer voor de komende periode, dan zien we dat de temperatuur toch wel duidelijk een dalende trend heeft tot aan komend weekend en daarna wat afvlak later volgende week. Het is dan wel iets te koel cool voor de tijd van het jaar en met name na het weekend lijken de nachten fris te gaan worden met dan misschien wel zeer, misschien zelfs de eerste vorst op, neus, op neushoogte. Mijn naam is Wilfred Jansen, meteoroloog van Weerplaza.